Een van de dappere kandidaten uit het laatste seizoen van Over Mijn Lijk is de goedlachse Eva Hermans Kroot. Ze is nog maar 25 jaar oud, maar strijdt al jaren tegen de genadeloze ziekte longkanker. Een heftige en oneerlijke strijd, die door de makers van Over Mijn Lijk op een mooie maar tegelijkertijd pijnlijke wijze... Tijdens de afleveringen van Over Mijn Lijk bleef Eva positief en vrolijk. Vooral door dat laatste wordt Eva geliefd door heel Nederland. We kunnen alleen maar bewondering voor haar hebben hoe zij omgaat met zo'n heftige diagnose. Eva deelt veel van haar leven op social media: zowel de ups als de downs. De normaal gesproken altijd positieve Eva deelt vandaag een hartverscheurend en droevig bericht. Ze zit er doorheen, en dat is meer dan een hele poos terug. Ik denk bijna twee jaar geleden maakte ik samen met mijn maatschappelijk werker cirkels. De kleinste cirkel was ik. Ik plaatste alle mensen die in mijn omgeving voorkomen hierin of ja, waar ik mee afspreek. Van dichtbij naar ver weg. Zo kon ik goed een beeld krijgen van mensen wie ik tot de laatste fases om mij heen heb en wie ik op een bepaald moment gaat horen. Door deze cirkels kleiner te maken, is het voor Eva duidelijk geworden welke mensen voor haar het belangrijkste zijn en met welke mensen zij tot het einde contact, -contact wil blijven houden. Ik krijg regelmatig van mensen die wat verder van mij afstaan de vraag of ik iets wil doen. In mijn hoofd wil ik dit wel, maar mentaal en fysiek trek ik dit gewoon. Al mijn energie gaat uit naar en eerste cirkels. Daarom ben ik nu op het moment gekomen dat mijn cirkel gewoon kleiner is geworden, en dat ik echt nog alleen grotendeels met mijn inner cirkel afspreek.